Goeiedag, deze les gaat over Julius Caesar, een van de beroemdste mannen uit de hele geschiedenis. Ik heb deze les gemaakt voor klas 1 van het Vossius Gymnasium in Amsterdam. Waarschijnlijk heb je wel eens gehoord van Julius Caesar en waarschijnlijk heb je ook gehoord dat hij niet zo prettig aan zijn einde gekomen is. En misschien ken je ook wel de uitspraak Veni, Vidi, Vici. Maar wie was nou eigenlijk Julius Caesar echt en hoe is hij aan de macht gekomen? En waarom is hij nou vermoord? Daar gaan we het vandaag over hebben. Het Romeinse Rijk was in de eerste eeuw voor Christus zeer onrustig. Er waren veel veroveringen geweest door het leger. Die hadden niet alleen de Italiaanse Laars helemaal veroverd, maar waren nu bezig met grote veroveringen in de rest van Europa en het Middellandse Zeegebied. En als ze dan een grote overwinning hadden geboekt, dan kregen de soldaten als dank van hun generaal een stuk land, waar ze dan een boerderijtje op zetten en slaven gingen houden en heel veel winst uit konden halen. Dus die soldaten waren de generaals daar hartstikke dankbaar voor. En zoals we eerder hebben gehoord, als je die sociale verschillen bekijkt in Rome, dan had je patronen en cliënten. En in dit geval werden dan de generaals de patroon. En de soldaten, de cliënt, die hun dankbaarheid betuigden aan de generaals en die ook bijvoorbeeld een ochtendgroet kwamen brengen, maar vooral ook politieke steun gaven. Dus die generaals die kregen heel veel politieke steun. En op een gegeven moment worden daardoor de legeraanvoerders belangrijker dan de mannen in de Senaat. En dat gaf wel een beetje frictie en gaf ruzie en het gaf burgeroorlog. Want soldaten hebben wapens en die kunnen vechten. In deze hele turbulente toestand ontstond het eerste triumviraat. Dat is een Latijns woord voor een driemanschap. Tri is zoiets als drie en vir betekent man. Dus het eerste triumviraat bestond uit de volgende drie mannen. Crassus. Dat was een schat hemeltje rijke figuur die heel veel winsten had gemaakt. Ook wel bekend geworden is door het neerslaan van de Spartacusopstand. Maar hij was zo rijk dat hij eigenlijk de hele wereld kon kopen. Daar kwam het op neer. De tweede was Pompeius. Hij was een generaal die heel veel successen had geboekt en zijn soldaten waren hem dus ook zeer dankbaar. En de derde was de advocaat, priester, handige prater, politiek handige jongen, Caesar. Gaius Julius Caesar. Hij was de leider van de Populares en dat is de groep van de edellieden die zich bij het volk laten horen vooral. Je had de optimates, dat waren de mensen die vooral de Senaat het woord wilden geven in alle politieke beslissingen. En de populares wilden vooral naar het volk luisteren. Nou, Caesar was dus de leider van de populares en hij was nogal populair. Caesar was geboren in het jaar 100 voor Christus. En hij kwam uit een patriciërfamilie die wel belangrijk was in lijn, maar niet zo heel rijk meer was. En hij heeft zelf toen carrière gemaakt. In Rome kon je allerlei stappen op een carrière ladder maken. En deze had hij braaf allemaal voldaan. Dus hij had allerlei ambten al bekleed in de stad Rome. En uiteindelijk werd hij consul. In het jaar 49 voor Christus kreeg hij het hoogste ambt in het Romeinse Rijk. En hij werd consul. Hij deed dat niet in zijn eentje of met z'n tweeën zoals gebruikelijk was. Maar hij deed dat dus met dat triumviraat. Ze hadden een geheim verbondje gesloten en dat werd nog bekrachtigd door een aantal huwelijken. En zo is Pompeius met Caesars dochter Julia getrouwd. Die arme meisjes hadden er niets over te zeggen en die moesten gewoon maar met zo'n dikke vieze oude man trouwen. Vonden ze niet altijd leuk, maar als het moest, dan moest het. En het was beter voor het land als ze het wel deden, dus dat is hoe het gebeurde. Nadat Caesar het eerste consulaat had bekleed, ging hij op veldtocht naar Gallië. En dat is het gebied wat wij nu Frankrijk noemen. Hij heeft daar behoorlijk veel terrein geboekt, op een heel klein stukje in Bretagne na. Zoals Asterix zegt, dat was niet helemaal waar. Maar er was wel een Vercinge Torix, dus de uitgang op X, dat is wel degelijk iets wat in Gallië voorkwam. Dat heeft de tekenaar van Asterix goed bekeken. En die Vercinge Torix die werd uiteindelijk gevangen genomen door Caesar en mee naar Rome gehaald. En uiteindelijk kort na zijn overwinning. Nee, hij heeft nog 5 jaar gevangen gezeten, maar daarna heeft Caesar hem toch vermoord. Caesar heeft ook nog even de oversteek naar Engeland gewaagd, maar hij merkte al dat hij daar een beetje
buiten zijn boekje ging en hij kon daar niet echt vaste voet aan de grond krijgen. Dus daarna is hij snel weer teruggegaan en hij heeft verder vooral roem in Rome zelf geprobeerd te halen. Die roem in Rome die bestond uit een zegentocht of triomftocht. Als je als zegevierend generaal terugkwam, dan mocht je een optocht door de stad waarbij de meest fantastische dingen werden vertoond. Je hele leger mocht achter je aanlopen. Je kreeg een span met vier prachtige witte paarden. En dan liep je uiteindelijk door de stad heen, reed je op je zegenwagen naar het Capitool, waar dan het offer werd gebracht wat aan de goden en vooral aan oppergod Jupiter werd gebracht. In navolging van Jupiter werd het gezicht van de generaal rood geschilderd. Dus met een soort ossenbloed werd dan het gezicht rood gemaakt. En dat was een teken van ja, bijna heilig, dat je bijna zo heilig was als Jupiter. Wat ook nog wel grappig is, is dat er altijd iemand achter je rug stond op die zegenwagen. En die fluisterde je allemaal dingen in het oor van je bent maar een mens, pas toch op. Niet te hoogmoedig worden. En daarmee werd alles een beetje gerelativeerd. En de soldaten die mochten in dit soort optochten allemaal hele vieze liedjes zingen over de seksuele escapades van hun leider. Dus dat zijn nog wat pikante details over die triomftochten. Nou, Caesar mocht dus een hele mooie triomftocht maken. En hij dacht dat zijn kostje was gekocht. Maar dat was helaas niet helemaal waar. Want inmiddels was Pompeius steeds machtiger geworden in Rome en het triumviraat was uit elkaar gevallen. Crassus was dood, die was omgekomen in een veldslag. En Pompeius die wilde eigenlijk in zijn eentje de baas worden, maar dat wilde Caesar ook. En Pompeius was op dat moment dus aan de macht in Rome. En Caesar die kwam terug uit Gallië en die moest eigenlijk volgens de spelregels vanaf de rivier de Rubicon zijn legers ontbinden. En dat betekent dat de soldaten niet meer hun harnas en hun wapens mochten dragen. Dat ze niet meer als leger naast elkaar mochten marcheren. Maar dat iedereen zijn gewone kloffie moest aantrekken en doen alsof hij een gewone burger was. En niet meer mocht in mobilisatie vechtstand mocht staan. Nou, Caesar vond de hele situatie in Rome zo enerverend dat hij dacht, weet je wat, ik neem mijn leger wel mee. En toen stak hij dus met leger en al de Rubicon over en daarbij heeft hij de legendarische woorden gesproken, alia jacta est. En dat betekent zoiets als de teerling is geworpen. Nou weet je misschien niet meer wat een teerling is, maar dat is een soort dobbelsteen. En daarmee bedoelt Caesar dus, het spel gaat nu beginnen. En dat spel is de strijd met Pompeius. Nou, Pompeius zag dat leger Rome naderen. Die heeft heel snel zijn boeltje bij elkaar gepakt. Die dacht eerst nog, kan ik mijn eigen soldaten roepen? Maar die waren allemaal naar hun huis en hun vrouw en lagen bij het zwembad. En Pompeius had dus geen leger paraat en is gevlucht. Caesar had wel de steun van zijn eigen legers en die had ook de steun van het volk in Rome. Dus Pompeius is rap er vandoor gegaan. Caesar is er achteraan gegaan, heeft hem opgejaagd. Maar die heeft verder nog in eerste instantie niet te pakken gekregen. En Pompeius die vluchtte helemaal naar Egypte toe. Nou, om nog even een tussenstapje te maken. Wat was Caesar nou precies voor man? Nou, hij was ambitieus. Hij wilde altijd het hoogste bereiken en het liefst in zijn eentje. Niet de macht delen. Hij had groot politiek inzicht. Kon heel handig zeggen van als ik nou vriendjes word met die, dan zijn mijn vijanden snel uitgeschakeld. En hij wist ook hoe hij het volk moest paaien. Dus hoe hij het volk te vriend moest houden met graanuitdelingen. En hij heeft ook heel veel land aan de arme mensen uitgedeeld. Dat viel ook in goede aarde, letterlijk. Hij kon heel goed spreken. Hij was ook literair begaafd. Hij heeft veel geschreven. Hij heeft over zijn oorlog in Gallië ook een aantal boeken geschreven. En ook over de burgeroorlog heeft hij boeken geschreven. Niet alles is bewaard gebleven. Zijn gedichten zijn verloren gegaan. Maar hij kon goed schrijven en hij kon goed spreken. Als Caesar iets wilde, dan wist hij het wel voor elkaar te krijgen. Als het niet linksom was, dan was het wel rechtsom. En tenslotte kun je ook nog van Caesar zeggen dat hij buitengewoon ijdel was. Hij had bijvoorbeeld last van beginnende kaalheid. En er wordt geschreven dat hij daarom heel graag een lauwerkrans op zijn hoofd zette. Want dan kon je niet meer zien dat hij kaal was. En hij was ook altijd gekleed volgens de laatste mode, werd er gezegd. Dus hij was nogal ijdel. Hij hield ook van leuke vrouwen en hij heeft ook behoorlijk veel affaires gehad.
Maar hij kon ook meedogenloos zijn. Als hij vijanden had, dan liet hij die gewoon uitschakelen zonder enig pardon. En dat heeft Pompeius ook gemerkt. Want toen Caesar in 46 voor Christus de baas werd in Rome, heeft hij dus Pompeius verjaagd. Hij heeft een prijs op zijn hoofd gezet. En uiteindelijk werd die moord uitgevoerd door de farao van Egypte. Want daar zat Pompeius inmiddels. Dat was de broer van Cleopatra. En die heeft toen het hoofd van Pompeius afgehakt en aan Caesar aangeboden. Caesar die vond het wel leuk, maar wat hij nog veel leuker vond was zijn zus. Dus Cleopatra legde het aan met Caesar en die twee hebben een relatie gehad en ook een kind gekregen, Caesarion. Caesar werd toen tot dictator benoemd. Dat was toen nog niet een akelig woord. Dictator betekende dat je in je eentje heerste en dat je dat tijdelijk deed zolang er oorlog was. Maar Caesar had daar niet genoeg aan. Die wilde voor het leven dictator worden. En dat is hem toen gegund in 46 voor Christus. Hij werd alleen heerser en ging vanaf dat moment heel snel aan de slag. Hij heeft een nieuwe kalender ingevoerd, dus de hele jaartelling werd omgegooid. Hij heeft een aantal mooie dingen in de stad laten neerzetten, bijvoorbeeld het Forum. En het Forum van Caesar met een tempel voor Venus, zijn godin waarvan hij dacht dat het zijn voormoeder was. Als je de familielijn volgt van het geslacht Julius, dan kom je inderdaad bij Aeneas en dus bij Venus uit. Hij heeft dus een tempel voor Venus neergezet en allerlei mooie gebouwen neergezet. En hij dacht, nou, nu ben ik pas net begonnen, maar dat was helaas niet zo. Want op de Idus van maart, 15 maart 44, werd er een moord gepleegd. En dat gebeurde door senatoren in de vergadering van de Senaat, die plaatsvond in het theater van Pompeius. Dus er stond ook een standbeeld van de oude vijand, Pompeius, die stond daar neer. Er was brand geweest in het echte senaatsgebouw en daarom moesten ze hier nu even vergaderen, tijdelijk. Caesar werd opgewacht. Hij was al een paar keer gewaarschuwd voor deze dag door waarzegsters, maar hij had er niet naar geluisterd. En hij ging toch naar de vergadering en toen hij binnenkwam, trok er iemand meteen aan zijn toga. En toen zei hij, hey, wat is dit? Wat moet dit allemaal? En toen bleek er een samenzwering te zijn en door de senatoren is Caesar toen vermoord. En onder die senatoren was ook de zoon van zijn minnares, Brutus. En daarom zijn de allerlaatste woorden die Caesar heeft gesproken, wat, jij ook, Brutus, et tu, Brute? En daarmee kwam er dus een einde aan de heerschappij van Caesar. Waarom hebben die senatoren dat nou gedaan? Nou, waarschijnlijk omdat ze vonden dat hij in zijn eentje veel te veel macht had gekregen. En dat hij een soort koning werd en aan het koningschap hadden ze eigenlijk heel slechte herinneringen. En daarom vonden ze dat Caesar die macht in zijn eentje niet meer mocht hebben. Hij wilde het blijkbaar ook niet delen met Pompeius of met andere mensen. En toen was de enige oplossing, hij moest dood. En wat verder nog een interessant detail is, is dat de Idus van maart, dus de 15e van maart, dat was altijd de dag in Rome dat de schuldeisers hun schulden kwamen, hun geld kwamen ophalen. Dus het is de dag dat de schulden werden vereffend. En zo werd het ook wel gezien door de Romeinen zelf. De schuld die de Romeinen hadden bij Caesar is die dag ingelost. Na de dood van Caesar brak er een opvolgingsstrijd uit. Er zijn nog verschillende burgeroorlogen gevoerd en er is ook nog twee keer een triumviraat geweest. Maar uiteindelijk is het Octavianus geweest die de macht naar zich toe trok en die is de eerste keizer geworden. Het woord keizer is afkomstig van Caesar, keizer zeg je. En ook het woord tsaar is ongeveer een verbastering van hetzelfde woord. Dus Caesar heet wel Caesar, maar is niet de eerste keizer. Dat is Augustus. En over hem vertellen we de volgende keer.